Naast afbeeldingen en vormen kan ik ook gebruik maken van geluids- of videofragmenten. Op deze dia wil ik bijvoorbeeld het geluidsfragment laten horen van een van de songs van Hooverphonic, dus ik ga daarvoor naar het tabblad invoegen. Volledig op het einde in het lint kies ik daarvoor audio en daar kies ik voor audio op mijn PC. De andere twee opties zijn in het geval je nog geen audio hebt staan. Je gaat vervolgens naar de map waar het audiofragment staat. Je selecteert het en kiest voor invoegen. Het audiofragment zal worden weergegeven met behulp van een luidsprekertje. Dit icoontje kan je plaatsen op een willekeurige plaats op jouw dia. Verder in deze videocursus wordt uitgelegd hoe je dit kan laten verdwijnen, maar toch de muziek kan afspelen. Bij de volgende dia, de rond de vredesfeesten, wil ik een videofragment. Dit werkt eigenlijk volgens hetzelfde principe. Ik ga naar het tabblad invoegen, video en daar video op mijn PC. Ik selecteer het videofragment en kies vervolgens voor invoegen. Dit wordt over de volledige dia geplaatst. Ik verklein het alsof het een afbeelding is. En kan indien gewenst al een voorbeeldje bekijken. In mijn geval komt er eerst nog een klein beetje reclame rond de stad Sint-Niklaas. Ik zou dit graag eruit knippen. Ik ga er echter geen gebruik maken van professionele knipsoftware. Ik kan dit gewoon doen binnen PowerPoint. Daarvoor selecteer ik het videofragment. Ik ga vervolgens naar het tabblad afspelen. En daar kan ik kiezen voor video knippen. Ik selecteer deze knop. En vervolgens kan ik de lengte van de clip hier gaan aanpassen. Het groene balkje vooraan geeft aan wat het startpunt is. Ik verplaats dit een stuk zodat de reclame van Sint-Niklaas weg is en ik onmiddellijk een beeld heb. Achteraan de rode knop geeft aan waar dat het fragment eindigt. Ik wil het volledig laten zien, dus dat laat ik staan. Ik druk vervolgens op OK. En je zal zien, als je nu op play drukt, dan wordt het onmiddellijk afgespeeld op de plaats dat ik wou. Zoals je merkte, zal de audio direct beginnen spelen. Je kan hier ook gaan werken met in- en uitveden. Dit betekent dat het volume zachtjes luider, of in uitveden in ieder geval zachter, wordt gezegd. Ik wil dat dit gedurende 1 seconde infade, dat het niet direct begint te spelen, en ook uitveden zet ik op 1 seconde. Het volume kan je ook aanpassen naar laag, middel, hoog. Indien je enkel de video op dat moment wil laten zien, kies je best toch wel voor hoog. Als de video afgespeeld moet worden en je wil dat dat op volledig scherm is, dan kan je hier dit aanvinken op volledig scherm afspelen. Je zal merken zodra de presentatie wordt gestart en je deze video wil afspelen, dat het volledige scherm wordt gebruikt.